Hallo iedereen en welkom bij de Gazet van Rosselaar podcast en je luistert maar wanneer je maar wil. Deze week ga ik over een onderwerp spreken, over een verdachte opgepakt na vier branden in Balen. Ik ga dat uh, vertellen in mijn eigen woorden dus, uh, en ik heb het uh, goed voorbereid. Jullie gaan dat wel... Uh, horen, omdat dat, uh, dat is geen leuk nieuws om te horen en dat is uh, dus, uh, dat is erg dus, en dat is uh, van uh, vandaag dus, uh, dat dat gebeurd is, en dat verscheen dus uh, op het uh, nieuws. Het is zaterdag 24 juni welkom Gazet van Rosselaar Podcast België Ja, wat er eigenlijk gebeurd is. In Balen heeft de politie een man opgepakt die verdacht wordt van verschillende brandstichtingen in de buurt, is dat. Dus ja, dat is uh, alleen maar uh, in uh, Balen, omdat uh, daar mensen wonen en daar is dat uh, dus gebeurd. Hè. En de burgemeester Johan Leijzen en het uh, parket... Afgelopen nacht hè, werd er op uh, vier plaatsen in het centrum van de gemeente brand gesticht. En uh, de brand gebeurde in een, in een straal van één kilometer in de gemeente. En dat ging telkens wel om onbewoonde gebouwen. Maar in de buurt wonen, woonden wel mensen. Hè, bij een laatste brand. In de, in de vaartstraat en uh, kon de politie een verdachte op de fiets oppakken. Hè. Dus ja, de politie die kon dat dus uh, doen, hè. iemand een verdachte op de fiets oppakken. Hè. En uh, die man uh, was al bij de politie gekend voor eerdere feiten. En uh, ja, volgens de informatie die wij nu hebben, zou de verdachte dezelfde man zijn, hè, die enkel jaren geleden ook al verschillende branden stichtte in Balen. En uh, die uh, stichtte toen op een tiental plaatsen in de gemeente, brand onder meer ook in. Leegstaande gebouwen en scheuren. Hè? En ja, de mannen die woonden toen in meerhout. En werd toen aangewezen als, als de pyromanen. En hij kreeg in het begin 2022 een celstraf. Hè? En die celstraf, dat is geen grap wat ik jullie ga vertellen. Die een CEL-straf, dat is van 37 maanden. En hij stichtte ook in Meerhout en Herentals. En ja, het was na een brand in de, in de uh, volkstuintjes in, in Herentals dat de man gevat kon worden. Hè. Dus ja, die heeft. Uh, die uh, uh, hebben ze kunnen uh, gevatten, hè. Dus ja, ze hebben die gevonden, hè. En dan, ja, eind december hè, waren er een, uh, weer een week tijd ook al drie verdachte branden in de gemeente. Zo branden in één uh, weekend hè, een uh, houtopslagplaats en... Een koelwagen cool wagen uit. En enkele dagen hè, daarvoor was er ook al een uh, brand in een caravan. Al snel waren er sterk aanwijzingen dat de branden waren aangestoken. De politie hè, die startte dan ook een onderzoek. Het is nog niet duidelijk of uh, de verdachte die vannacht werd opgepakt ook. Uh, Verantwoordelijk is uh, voor die branden. Hè. En ja, dus, uh, dat is. Uh, ik heb daar van alles over uh, verteld in mijn eigen woorden. Hè. Dus ja, dat was van vandaag uh, deze nieuws. Dus daar ging het over. Zo. Ik ben uh, daarmee uh, uitgepraat over de verdachte opgepakt na vier branden in Balen. Zo, je kan de Gazet van Rosselaar podcast altijd herbeluisteren via de website www.gazetvanrosselaar.be. Als je de podcast gemist hebt, kan je de podcast altijd herbeluisteren via Spotify, Soundcloud, YouTube, Instagram en Facebook. En nog uh, meer andere uh, platforms, dus ook. Je kan daar ook uh, naar luisteren. Voor meer informatie kan je een mail sturen naar info gazetvanrosselaar.be als er vragen zijn. Zo, de Gazet van Rosselaar Podcast zit erop. Voor nu alvast een fijne dag. <applause>